hè, want wij verdienen ons brood, maar ik zou eigenlijk liever hebben dat ze voor mij werken. Is dat tenminste praktisch? Ik ben 18 jaar, het is dus het moment, want ik ben op mijn schoonst. In ieder geval, als je nodig heeft, ze weet waar je zit. Kom. Maar laat ons nu eens serieus babbelen. Ik heb met uw moeder de financiën besproken. We zijn daar bij ons thuis te... Ja, ja. Mij dat gestopt met spreken van is. Nee? Nee? Waarom is die dan ineens zo stil? Wel, misschien zeggen wij wel persoonlijke dingen tegen de kaart. Als niemand mag horen van is, meestal vuile praten. Hey, vuil praat op de schoftrik. Luister. Zo eens, dat was een heel klein meisje. Hè? Heel koket. Daar zat geen kwaad in. Hè? Die werkte hierachter in de stekjesfabriek. Ik zie haar nog zo voorbij komen. Zo fier als een gieterke onder haar strooienhoed. Maar juist alle mannen die keken naar haar. Hè. Echt waar, die had iets. Hè. En zij lachte naar iedereen. Pas op, hè. Maar braaf, hè. Als een beeldeke. Zeg, heb je geen honger? Jawel, jawel. Tuurlijk. Ik heb de indruk dat uw broek aan het afzakken is. Je leest te veel, hè. Het is niet goed. Zoveel lezen. Als je zo blijft lezen, dan word je nog zo mager als een stokvis. Waarom doet je geen ceintuur aan? Het zwartpak zal erin gaan kopen. Ja. Felicité. Kom, neem die pot maar terug mee. Hè, want er zijn hier altijd klanten die de helft afsnopen. En Felicité, ik eet die sardine wel in de keuken. Ik heb er niks. De scène is de enige scène die zich niet afspeelt in het café, maar aan de kade. Dat is Ginder. Aan het water waar de boten vertrekken, dat is wat ver. Daarom spelen we dat hier natuurlijk, op die tafels. Het is ook plotseling 3 weken later. En het is midden in de nacht. Daarom had u eigenlijk allemaal een zonnebril gekregen, die we nu sowieso nodig hebben. Maar dan, als je hem niet opzet, of als je 2 zonnebrillen hebt, dan wordt het nog donkerder. Adieu, chef. Een goede reis en een goede gezondheid. César! Die 2 moeten onmiddellijk trouwen. Wie had dat nu kunnen denken? Suikerpopje, het kratje, roer me niet, het moederskindje. Als er maar geen kindje van komt. Denk ik, kun je nog mijn lange rat op de vetzak? Ik sta hier te trillen op mijn been. Ik ben daar helemaal ondersteboven van. Het is waar, sukkel, het is waar. Wat drink je? Mandarijn citroen. Wilt jij dat ik met hem trouw zonder het hem te zeggen? Toch niet zo lomp zijn om het hem te vertellen. Ja, natuurlijk wel. Fanny, je beseft toch dat Panis onze enige hoop is. Als jij hem gaat zeggen dat hij met 2 personen ineens moet trouwen, ja, dan gaat hij niet meer willen. Dat zou een ongelooflijke leugen zijn. Je moet niet liegen. Je moet gewoon niks zeggen. Huwelijk is nog gebeurd. Maar dat heb ik u gezegd toen ik ben komen biechten voor mijn huwelijk met Fanny. Hè? Voilà, maar ja. Sinds dat huwelijk, Honoré. Wel, ja, nadat ik getrouwd ben met Fanny, is het nog gebeurd, ja. Fanny, die heeft altijd veel genegenheid voor mij gehad, ja. Maar passie, dat is iets anders, hè. En pas op, dat is begrijpelijk. Dus ik heb mij bij haar altijd discreet op een afstand gehouden. Ja, en toen heeft de duivel mij verleid, hè. En welke vorm had die aangenomen? Ja, de vorm aangenomen van een van mijn ouvrières. De welke? Die kleine rossen. Ik wist het, hè? Die wordt altijd mee aan de paps dakje zat. Monsieur Bruin. Mijn lieve zoon. Eindelijk heb ik uw eerste brief ontvangen. Hij is wel een beetje kort. Ik hoop dat de volgende minstens 10 bladzijden duurt. Of zelfs 10.
Wat je mij vertelt over uw lijf, dat is zeer interessant. Maar als je de diepte van de zee gaat meten, pas dan goed op. Dat je niet te verproken neemt en overkomt. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.